Ja, en ik praatte met die mensen. Ja, ik praatte met de kinderen, met de oude mensen. Ja, ik vind het heel leuk. Mo wordt hij al liefkozend genoemd. De vrolijke toezichthouder doet het werk al 3 jaar, maar zijn contract wordt niet verlengd. Maar zelfs als hij geen salaris zou krijgen, zou hij het werk alsnog met alle liefde doen. Ik kijk naar die salaris, ik kijk naar mijn werken. Ik vind het leuk, ik heb plezier van mijn werken. Dat is belangrijk voor mij. En Mohammed krijgt steun, want er is zelfs een handtekeningactie opgezet. Hij is gewoon echt het gezicht geworden hier van het Ransompark. Iedereen kent, alle ondernemers zijn er ook mee eens. En toen hebben we gezegd, ja, hoe kunnen we hem nou houden? Hoe kunnen we hem nou houden? Maar we hebben toch ongeveer 400 handtekeningen gekregen. Maar tijdens het verzamelen ervan kwam Mohammed plots met een wel heel opmerkelijk verhaal. En toen vertelde hij het verhaal van de koning. Ja, toen waren we natuurlijk wel even stil. Wat is dit nou dan? Want wat blijkt, in Benin, het geboorteland van hem, blijkt hij troonopvolger te zijn. Zijn oom, de huidige koning, overleed 2 weken geleden en nu wil zijn familie Mohammed het liefst zo snel mogelijk kronen. En nu, ja, de familie zegt, ik moet weer terug in de landen, ja, ik moet de koning ben. Maar ik ben niet klaar van. Jij moet de koning worden? Ja. De nieuwe koning? Voor de nieuwe koning. Praat jij nu met de nieuwe koning van Benin in West-Afrika? Maar ik nog niet klaar van de koning ben. Maar wij dachten eens, ja, klopt dat wel? Het is wel zo. Het is heel bijzonder. Maar Mohammed wil liever toezichthouder blijven en in Nederland wonen. Dus gaat hij er een stokje voor steken. Ik wil even wachten tot een nieuwe koning komt in het paleis. Dan passen in mijn eigen land. Daarna hoef ik niet meer. Hij moet heel overleden, maar ik denk dat hij moet langer leven. Hoef niet te sneller. En als de handtekeningenactie slaagt, hoeft hij voorlopig ook nog niet aan die carrière switch te denken. Het is heel bijzonder. Het is ook een heel bijzonder verhaal, is het. Unieke man.